Na het ophangen van zijn voetbalschoenen in 1999 verdwenen niet alleen John de Wolfs lange lokken, maar ook de onrust in zijn leven. Een turbulent huwelijk met Ingrid, gekenmerkt door ontrouw, eindigde in een scheiding. Toch dacht John niet aan een nieuwe liefde, tot het toeval toesloeg in de zomer van 2006. Wachtend bij een verkeerslicht in Rijswijk ontstond oogcontact met een blondine in de auto naast hem. Bij het derde stoplicht openden ze beiden hun raampje. En de betoverende blondine bleek Inge bos 59 te zijn. Het vragen van haar nummer was brutaal maar succesvol. Een telefoontje volgde, smaakte naar meer en leidde tot een eerste eetafspraak. Ondanks een drugschema en afzonderlijke zomervakanties met hun kinderen, groeide de connectie. Een eerste eetafspraak resulteerde in een intrekking in Inges appartement. Ik ben nooit meer weggegaan. Letterlijk. Ik was zo mega verliefd dat ik abrupt bij haar ben ingetrokken, onthult John in Nouveau. De twee leefden zo in harmonie dat John alleen nog naar zijn eigen huis ging voor de postingen. Aanvankelijk terughoudend over hun snelle samenwonen, werd later het bewijs dat ware liefde snel komt. Wat goed is, komt snel, concludeert John de Wolf over hun liefdesverhaal dat tegen alle verwachtingen in bloeide na het afscheid van zijn woeste voetbaljaren.